Uit statistieken van het eerste National Risk Analyse Rapport, NRA, kan worden afgeleid dat drugshandel, roof, overvallen en fraude de delicten zijn met een hoge dreiging. Een conclusie die is dit vanwege de diepgewortelde institutionele corruptie, de drugshandel in ons land mede in stand wordt gehouden. Dit zei Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het managementteam NRA, na de indiening van het rapport. Zowel de publieke als de private sector hebben meegewerkt aan dit rapport. En we hebben uit die statistieken die we hebben gezien en uit de werkgroepen, waar ze heel open hebben gepraat, kon je afleiden dat de drugshandel, roof, overvallen en fraude, de delicten zijn met een hoge dreiging voor Suriname. Dan heb je ook delicten als georganiseerde misdaad, seksuele uitbuiting, ontvoering, geesteling, afpersing, smokkel, moord, vervalsing, die zijn minder. Maar ze vertegenwoordigen wel minder gevallen, maar ze vertegenwoordigen een hoge dreiging. Voor, als we praten over een hoge dreiging, praten we niet over de veiligheid van de mens, maar praten we over een dreiging voor het bevorderen van money laundering, terrorism, financing. Dat moet je heel goed in dat kader plaatsen. Dus niet een dreiging voor de veiligheid van de mens. Als wij hier vandaag praten over dreigingen en men over dreiging dat, of ze zijn bevorderlijk voor money laundering, terrorism financing. Dus in dat kader moet de dreiging zien. Van Dijk Silos zegt dat de dreiging laag is voor terrorisme, terrorismefinanciering en milieucriminaliteit. Omdat we nog niet voldoende wetgeving hebben hoor, want er is, we zijn milieubarbaren. Weet je, en wat bepaalde multinationals hebben achtergelaten, voeten betrokken. Het is ongelooflijk veel milieuschade. Maar het is niet gedefinieerd als criminaliteit. Vervalsing, namaak van goederen, dat soort dingen zijn vrij laag. En vergeleken met de groepen die ik net genoemd heb. Wat hebben de werkgroepen vastgesteld? De werkgroepen hebben vastgesteld dat de drugshandel de hoogste dreiging vorm. Er bestaat een grote dreiging dat andere criminele activiteiten zoals illegale goudhandel en de exploitatie daarvan, illegale goudhandel en de exploitatie daarvan, uit verdiensten van de drugshandel gefinancierd kunnen worden. Dit is een conclusie van de werkgroep, de Schotelbensloon en nog andere, die en noem maar op. Hun conclusie vond het heel belangrijk en dit geeft aan hoe men open mensen assessment. En dat is heel goed voor het land om dit te weten. Jennifer van Dijk Silos, voorzitter van het managementteam NRA. Aan de nationale riskanalyse hebben in totaal 16 subsectoren meegedaan. Twee wilden helemaal niet meewerken en dat zijn de kleine juweliers en de tweedehandse autohandelaren.